Welkom op Ervaring aan de Eibergse straat, waar wij bezig zijn met het bouwen aan onze toekomst. En onze droom proberen te vervullen om ons uitvaartcentrum aan de Werfveert in Haaksbergen te verplaatsen naar de natuur. We zitten nu in het centrum van Haaksbergen, ook een hele mooie plek. Maar ja, mijn zoon, dat is de opvolger van het bedrijf. Ooit ben ik met mijn vader begonnen aan de Werfheegde. En nu is het tijd om met mijn zoon naar een andere plek te gaan. Ja, dat een kind in het bedrijf verder wil, betekent voor mij dat ik ook zelf verder moet gaan kijken. En ik denk dat dit een unieke plek is voor de toekomst. We hebben hier alles, we hebben hier ruimte, we hebben hier rust. We hebben de natuur, en je hoort de vogels fluiten. En straks krijgen we eigenlijk hetzelfde wat aan de Werfheegde staat, maar dan een maatje groter. Zodat we wat meer ruimte hebben voor onze werkzaamheden. En welke locaties zijn wij? Dit is Erve Haring, dit is aan de Eibergse straat 250. Ze zijn druk bezig aan het bouwen. Ja. Hoe komt het eruit te zien? Ja, fantastisch. Wij krijgen 3 gebouwen. Dit wat je hier ziet, hier vooraan, dat wordt de 24-uurskamers. Een gelegenheid voor condoleren. Een familiekamer komt daar. En dan komt een glazen verbinding. En dan hier naar achter, aan de achterzijde, daar komt een koffiezaal en daar komt een herdenkingszaal. Ja, het is prachtig en straks krijg je met de herdenkingszaal en de koffiezaal krijg je helemaal de uitkijk zeg maar daar over de weilanden. En de 24-uurskamers ook, die krijgen allemaal een entree aan de buitenkant. Zodat je ook licht, ruimte, rust. Nou ja, en dan de omgeving, het bos, ruimte om te wandelen, om even te bezinnen, even tot jezelf te komen. Waarom willen jullie verhuizen? Waarom we willen verhuizen? Ja, we zijn al verhuisd. Wij wonen inmiddels met ons gezin al in de boerderij. Een klein jaartje. We hebben de boerderij aan de binnenzijde helemaal opgeknapt. En daar wonen we nu een jaar. Mijn oudste zoon woont nu zo lang aan de Werfheegde. En waarom we willen verhuizen? Ja, toch wel het stukje de ruimte wat we nu missen aan de Werfheegde. En dat is voor nu eigenlijk wel nog wel voldoende. Maar kijk ik naar de toekomst, dan zie ik graag wat meer parkeerruimte, wat meer de zaal wat groter, de koffiezaal wat groter. Zodat je tijdens een condoleance op een avond hier ook een kop koffie kunt drinken. Rond kunt lopen, buiten kunt gaan zitten. Nou, en wat helemaal fantastisch is, is de ondergaande zon die daarbij hoort. Ja, die heb je al mooi gezien? Heel vaak. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Nou ja, vanaf vorig jaar zit ik ook volledig in het bedrijf. Heb ik mijn studie af kunnen ronden. En in december gaan we hier op de nieuwe locatie openen. En dat... Vanaf december ga je open, ja? Ja. Vanaf december is in ieder geval de bedoeling om hier te gaan draaien en een mooie opening in het voorjaar te houden van 2024. En hoe ik de toekomst voor me zie, ik denk dat wij hier niet alleen voor onszelf, maar ook voor Haaksbergen gewoon een hele mooie plek gaan neerzetten. En, een mooie eindbestemming voor dierbaren. Een mooie eindbestemming, ja. Maar ook een plek waar je vaker naar terug kunt komen om... toch herinneringen op te doen of rouw te verwerken. En dat is ook wat wij hiermee willen bereiken. Eigenlijk een locatie waar mensen voortdurend terug kunnen komen om zo één plek te hebben voor hun verdriet. En... Nou kom je aanrijden hier, dan is het al heel mooi landelijk. Hoe doe je dat straks met al dat verkeer hier? Want in Haaksbergen was natuurlijk, ons gezin gaan er even op de fiets naartoe. Ja. Hier zou je toch met de auto heen moeten gaan? Ja, kan. Op zich kun je met de fiets ook prima. Ik merk nu, we wonen nu een jaartje hier in de boerderij. Ik merk dat ik heel vaak de fiets pak met mooi weer en dan gewoon naar het kantoor. Want ik moet nu echt naar het werk toe gaan. Ja, dus dan pak ik de fiets. Het is een kleine 2,5, 3 kilometer tot de kern van Haaksbergen. Ja, dat is prima te doen. Kijk, en qua auto's, de bedoeling is straks dat wij aan de Eibergstraat naar binnen rijden. En dan komt daar helemaal het parkeergelegenheid. En dan als je weer vertrekt vanaf Erve Haring, dan ga je via de Kerkweg, ga je weer terug richting of Rietmolen of Haaksbergen. En dat is op zich prima te doen. Kijk, als je kijkt naar de toekomst, dan moet je ook wel wat verder van de rand van Haaksbergen af gaan zitten. Als ik zie hoeveel er nu gebouwd wordt om ons heen, daar werken we natuurlijk zelf nu ook aan mee. Maar dan, als je dit bouwt, doe je dat voor een hele lange tijd.
En dan zie je toch wel steeds meer dat de Haaksberg steeds dichter ook naar de buitengebieden gaat bouwen. Ja, dus dan zitten we voorlopig hier goed. En dan ga je de huidige locatie verkopen? Ja, ja, ja. Nou ja, en je vroeg net van waarom zijn jullie verhuisd, zeg maar. Nou ja, goed, voor het zakelijk gedeelte is dat duidelijk, maar privé ook. We hebben nu een jaar lang dat we hier nu met de kinderen in de boerderij wonen. Dus nu moeten we elke ochtend de auto of de fiets pakken om naar de werfwegen toe te gaan. En dan komen we tussen de middag of 's avonds weer thuis. En ik heb ook gemerkt, want dat zeggen wel eens veel mensen tegen mij, moet je dan wel altijd naast het bedrijf gaan wonen? Wil je er niet van afwonen om een stukje afstand te nemen? Maar ik ben er na een jaar al achter van, nou laat het bedrijf alsjeblieft hier weer komen. En dat ik er heel dichtbij woon. Want het is toch wel ook wel de kracht, denk ik, van ons, van een familiebedrijf. Gewoon korte lijntjes, dat je er heel dichtbij bent. Eventjes naar het bedrijf lopen. Even weer wat bidprentjes aanzetten of een kerkboekje drukken. Alles wat je eventjes doet, ja, dat loopt gewoon soepel en makkelijk. En dat is een beetje de kracht van het bedrijf, alles onder één dak. Was u nu meer trots op? Ja. Ik denk dat we op dit moment heel erg trots kunnen zijn op de locatie en ook iedereen die meehelpt aan de bouw, ja. Denk ik. Ja. Ik denk dat wij... Dat is het, ja. Op naar een mooie toekomst. Ja. Nou ja, ik denk dat we ook heel trots zijn op alle Haaksbergse bedrijven. We hebben bewust ook gekozen om alles in Haaksbergen te houden. En dat maakt dat je elkaar allemaal kent, je heeft korte lijntjes en ja, dat werkt gewoon prima. He, dat we verstaan elkaar en is er nodig, is er bijvoorbeeld zand nodig, nou dan wordt er gebeld en dan komt er wat zand. En het zijn allemaal gewoon kleine simpele dingen. Ja, daar ben ik gewoon heel erg trots op dat we dit gewoon in Haaksbergen kunnen doen. Dat vind ik super. Ja, en ik als moeder ben natuurlijk enorm trots dat daarmee opvolgen staat. He, want als het voor mij was, alleen was, nou ja, dan weet ik niet of ik dit allemaal zo aan had gedurfd. Maar samen, ja, samen zijn we sterk en ik weet dat op het moment dat ik wat stapje terug kan doen, over heel veel jaren, ja, dat daar gewoon een perfecte opvolger staat. En dan ben ik gewoon als moeder ben ik ook heel trots. En dan vanaf december de nieuwe locatie? December, als het goed is gaan we in december gaan we open. December, januari. Maar we willen ergens in april, mei gaan we de opening houden. Dan is de tuin prachtig, daar hebben we alles netjes aan kunnen leggen. Hebben we al een beetje kunnen draaien, kunnen we al wat meer informatie geven over de logistiek van het bedrijf. Dat is een beetje de planning.